Staatssecretaris Van Rijn heeft een aantal grote problemen. Bij de thuiszorg, bij de jeugdzorg, maar vooral bij het uitbetalen van de PGB's. Daar is de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, nu verantwoordelijk voor, maar zij lopen maanden achter. De staatssecretaris heeft al een paar keer beterschap beloofd en gezegd dat hij de problemen zou oplossen. Maar inmiddels is de Tweede Kamer toe aan het vijfde debat en de laatste deadline, namelijk 15 mei, wordt waarschijnlijk ook niet gehaald. Heeft de SP nog vertrouwen in deze staatssecretaris? Nou ja, we hebben eerder al een motie van wantrouwen ingediend. Dus ja, het antwoord is duidelijk. We hebben al een keer een motie van wantrouwen gehad, geloof ik. Die door twee partijen werd gesteund. Dat schijnt vaker te gebeuren. Het gaat erom wat wij vinden. En wij vinden vooral dat het probleem moet worden opgelost. En daar helpen moties van wantrouwen niet bij. Hij heeft iets ingevoerd wat hij nooit had moeten doen en waar hij alle mogelijke waarschuwingen voor gekregen heeft. Niet alleen vanuit de Kamer, van alle deskundigen, diverse rapporten. Hij heeft het toch doorgezet en nu moet hij op de blaren zitten. Erger nog, al die mensen die het geld niet krijgen, die zitten nu op de blaren. En dat vind ik heel ernstig. Ik krijg iedere dag, echt iedere dag nog berichten van mensen uit het land dat ze zeggen van mijn PGB is niet betaald. Ik kom gewoon echt in de knel. En deze staatssecretaris had nu gewoon echt met de vuist op tafel moeten slaan en moeten optreden. Want al die mensen die moeten gewoon nu echt geholpen worden. Dat de waarschuwingen er waren en dat er desalniettemin toch door is gegaan, ja, dat roept wel vragen op of dat verantwoord is geweest. Niels, de deadline was 15 mei. Daar zijn er alweer, wordt er gezegd van dat gaan we ook niet halen. Hoe lang kan het nog voortduren? Nou, als hij het niet rigoureus oplost door het maar terug te draaien, kan het nog heel lang duren. Want het is een probleem wat volgens mij de komende maanden nog steeds niet op te lossen is. Heeft u er nog vertrouwen in dat het goed komt? Jawel, het is ook nog geen 15 mei. Wat mij betreft moet het overigens zo snel mogelijk goed komen. Dus niet wachten op deadlines, maar gewoon aan de slag. En ik zie een staatssecretaris die niet alleen zegt het komt goed, maar ook dingen doet. Wat is volgens u het eerste dat er moet gebeuren om die problemen met die PGB's op te lossen? Nou ja, ik heb al eerder bij eerdere debatten 3 moties ingediend om gewoon terug te gaan naar het oude systeem, waarbij de budgethouder verantwoordelijk is voor het uitbetalen. Dat is dan de patiënt zelf? Ja, de patiënt zelf of de ouder van een ziek kind, zoals het hiervoor ook ging. Gewoon terug naar het oude systeem, systeem op orde, zorgen dat het allemaal goed functioneert en dan overgaan op het nieuwe systeem. Wat er nu moet gebeuren is dat die mensen die op hun geld zitten te wachten, dat die hun geld krijgen. We hebben vorige keer al voorgesteld van draai dat gedeelte dan maar zo terug dat de mensen er weer zelf over gaan. Want dan kunnen ze die zorgverleners in ieder geval betalen. Die mensen hebben gewoon recht op hun geld. Laten we daar nou eens mee beginnen, want dat is een probleem oplossen. Iedereen vindt natuurlijk, dat is nogal logisch, iedereen vindt dat probleem moet worden opgelost, maar het lukt maar niet. Ja, hoe lang kan dat dan nog doorgaan? Sommige problemen zijn heel lastig op te lossen voor een politicus, maar ook voor de rest. Want ze werken bij de Sociale Verzekeringsbank heus hard. Ze zitten ze heus niet te slapen en ons te pesten. Ze proberen dat probleem op te lossen. En het is groot. Maar het is oplosbaar, denk ik. Ik hoop dat het snel gebeurt. Ik denk, als ik zo de experts en de ervaringsdeskundigen zie, dat we aan het eind van het jaar ook deze debatten nog voeren. Want steeds. Nou is het volgens mij niet opgelost. Als die deadline van 15 mei dan niet gehaald wordt, is daar dan ook nog een consequentie aan verbonden? Nou, dan gaan we zeker weer het debat voeren. Dat is onvermijdelijk. Dat is dan weer het zesde debat. Dat schiet toch eigenlijk niemand wat mee op? De staatssecretaris zal in het debat van morgen het vertrouwen moeten geven dat hij de deadline van 15 mei haalt. En daar zal ik hem aan houden. En als dat niet zo is, dan gaan we weer het debat met de staatssecretaris voeren. Snapt u dat als je gewoon als leek naar de politiek kijkt, ja, dan had hij, nou doen we weer een debat, een nieuwe deadline, dan hadden we weer een debat. Ja, dat schiet toch niet op zo? Ik ben net zo ongeduldig als iedereen.